is een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Wordt dit dan een doelpunt? Simons. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. Memphis met de bal. Dat moet de voorsprong worden. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Je moet hier toch wel bedacht zijn hoor. Die bal die ploft ineens voor zijn voeten. En dan plukt hij hem heerlijk uit de lucht. Schitterende volley. En een mooie goal. Balbezit weer terug. Een goede pressie. De Roon. En weer raken de Fransen hem kwijt. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Legt de bal terug. Raak! Binnen, zeggen ze in België. En zo staan ze nu 2 doelpunten voor. Wat een luxe. We spelen verder in de tweede helft. Het Nederlands elftal doet dat met een zeer comfortabele voorsprong. Hij zit er goed bovenop. Hier kunnen ze iets terug doen. En een geweldige goal, formidable. Antoine Griezmann. En we weten allemaal wat hij kan. Maar probeer hem maar eens tegen te houden. Dat lukt je niet. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En ook alleen op de keeper af, ja, dan schiet hij hem ook mooi binnen hoor. Lekker hard. Dat doe je als keeper helemaal niets aan. Bijna zijn de Fransen weer ingelopen. We spelen verder. Goed werk. Nuttige overtreding, want die aanval leek gevaarlijk. Maar ook riskant. Als de scheidsrechter een kaart trekt, kun je haar geen ongelijk geven. Voor die actie wordt een gele kaart gegeven. Lijkt me niet onterecht. De thuisploeg is hier aan de winnende hand. Maar de bezoekers zijn gefrustreerd. Haha, u vraagt en ik scoor. Memphis Depay met een prachtige vrije trap. Ah, zo zie je het maar zelden hoor. Wat een waanzinnige techniek heeft deze voetballer toch. Zie je, moet je nou toch kijken. Hoe die bal wordt getrapt met de buitenkant van de voet. Nou, dat is al lastig op zich. Maar om hem dan ook nog zo te raken en hem zo te scoren, formidabel. Al vroeg onderschept die bal. Memphis met de bal. Zoekt naar een vervolgactie. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Thank you.